We zijn er 24 uur per dag voor you. Met radio, tv en online. Een kijkje achter de schermen in Van Noord. Mijn naam is Janke de Haan. Ik ben programmamaker en producent bij RTV Noord. En vandaag is het gemeentehuis van Loppersum eigenlijk de studio van RTV Noord. Dus we zijn eigenlijk een beetje aan het kamperen. Nou, met kamperen, thuis heb je alles. En als je gaat kamperen heb je niks. Zo is het hier eigenlijk ook. We hebben elektriciteit nodig, er moeten geluidsverbindingen worden gemaakt. Maar er moet bijvoorbeeld ook worden gezorgd voor broodjes voor alle mensen die van vroeg tot laat aan het werk zijn. En we hebben ook vuilniszakken mee om ervoor te zorgen dat we straks wel eens netjes achterlaten. Ik schat in dat we hier vandaag wel met een man of 30, 35 bezig zijn. Van stagiair tot eindredacteur, van mensen voor het licht tot kabelsjouwers. Onze huismeester is er om ons bij te staan. We hebben natuurlijk de regieploeg. Het is echt een circus. Wij zitten als RTV Noord natuurlijk bovenop dit onderwerp. Dit is ons gebied, dit zijn onze mensen. Wij fungeren dan vandaag ook als host, als gastheer, zeg maar, voor alle andere omroepen. Wij steken hier de meeste energie in. Wij zijn hier voor de Groningers. En we gaan dan ook proberen om dat wat hier vandaag gebeurt, niet alleen voor ons eigen publiek, dat natuurlijk in eerste instantie, maar voor heel Nederland prachtig in beeld te brengen. Het leuke aan dit soort klussen is dat je eigenlijk van tevoren nooit helemaal weet wat je te wachten staat. Je kunt je er niet helemaal op voorbereiden. En ja, je moet gewoon met z'n allen de schouders eronder zetten. En dat zorgt ook echt voor een teamgevoel. Je doet het met z'n allen. Iedereen shout mee. Iedereen helpt mee. Tot aan het laatste moment meehelpen met opruimen. En als dat dan lukt, nou, dan heb je echt zo'n gevoel van, ja, we hebben het weer gedaan.